Als jij merkt dat je je best doet om aardig gevonden te worden en dat je daarmee toch veel stress ervaart of je zit in onrust, spring je van de hak op de tak, voel je je gejaagd, heb je slaapproblemen, dan zou je hartmeridiaan wel eens uit balans kunnen zijn. Het kan ook zijn dat je hartkloppingen merkt, duizeligheid of nog veel meer andere symptomen. Maar dit zijn even een paar belangrijke. Je hartmeridiaan is geconnect met je hart en je hart verbindt weer je onderbuikgevoel en je hoofd. Dus dit is in het midden van de drie zones. Hartmeridiaan heeft een boodschap voor jou en de hartmeridiaan is gekoppeld aan een spier. Daarmee doen we dan middels kinesiologie een test om te kijken of die meridiaan in of uit balans is. Je kunt ook die spier gebruiken om een mooie inoefening van te maken. Dat is wat ik gedaan heb en die ga ik met jou delen in deze video. Maar eerst, wat is nou de boodschap van de hartmeridiaan? De hartmeridiaan die zegt: luister naar wat je voelt. Volg jij je hart? Waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Waar word je blij van? Wat is je passie? En passie, dat klinkt heel groot. Daar ben ik, als je dat even niet voelt, dan kan je daar tegenaan lopen. Daar ben ik zelf tegenaan gelopen. Dan is het heel belangrijk om echt in ieder moment, bij elk ding waar je een keuze hebt, van nou, ga ik vanavond thuis blijven of ga ik een wandeling maken of ga ik mee naar Pietje Puk die je had uitgenodigd voor iets. Elke keuze die je maakt in de dag, om bij jezelf te voelen, naar je hart te gaan, te kijken van nou, wat geeft mij nou echt ware vreugde? Waar krijg ik energie van? Dus waar word ik blij van op een manier dat ik er energie van krijg? Dat wil ik je graag nog meegeven. Hoe kan je nou de oefening gaan doen? Die gaat als volgt. Ik noem hem de hands up. Je breidt je armen opzij. Een beetje alsof je in een kleerhangerpositie bent. Zo. En de ellebogen gaan op schouderhoogte en de onderarmen en de ellebogen op 90 graden. Op je uitademing breng je de handen omhoog. Yes, op de inademing gaan ze weer omlaag. Je zult merken dat dat soms nog best een uitdagende oefening kan zijn. Inademend gaan ze omlaag. En uitademend gaan ze omhoog. Doe dit tenminste drie keer met de bewuste ademhaling en aandacht. En je zult merken dat je hart weer meer in balans komt. Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen. Laat ze het gerust weten in de comments.